Ja, verre Latu Hamina. We staan hier bij het bruggetje bij de Gravenallee. Je werkt mee aan een werkbezoek dat de gemeenteraad houdt aan daklozen op zaterdag 8 juni. Waarom werk je daar mee en waarom wil je eigenlijk op deze plek worden geïnterviewd? Ik werk mee aan aan het project van 8 juni omdat ik zelf dakloos ben geweest voor 2,5 jaar geleden. Ik heb op de Adastraat op de 24 uur gezeten. Dat was niet een heel bemoedigend plekje. En ik wil gezien worden. En dat willen wij denk ik als mens allemaal. Elk dakloze of elk verslaafde heeft een talent. En het is niet alleen maar, het is een dakloze, die heeft toch niks meer te bieden. Als ik kijk naar mezelf en waar ik nu sta, dan heb ik eigenlijk zoveel te bieden. En kijk ik echt naar de mens. En daarvoor wil ik meewerken aan dit project. Omdat ik echt de verbinding aan wil gaan met een dakloze. Waarom staan we op deze plek? Deze plek heeft mij veel rust gebracht. Niet alleen in de tijd dat ik dakloos was. Maar eigenlijk in heel mijn proces wat ik door ben gegaan. Hier leerde ik opnieuw van de natuur genieten. Hoe ben je dakloos geraakt? Ik wilde scheiden. Ik heb de scheiding doorgezet. Op het moment dat ik de scheiding doorzette, was ik alles kwijtgeraakt. Zowel mijn kerkgemeenschap als mijn vrienden en mijn woning. Dat is de grootste, voornamelijkste punt dat ik dakloos ben geraakt. Ja. En geen geld, dan heb ik aan geen inkomsten. Ik had wel inkomsten, maar ik stond niet ingeschreven bij de woningbouw. Dan ben je snel al uitgeleverd aan niks. En waar bracht je de nachten dan door? In eerste instantie kon ik gewoon bij vrienden. Toen een goede vriend van mij, die ving mij op. Die was er voor mij. Die hielp mij er ook echt doorheen. Maar goed, je kan daar natuurlijk niet altijd op de bank blijven slapen. Dus dan moet je een omslag maken. Ja, en de enigste manier was van, oké, als je een woning wilt, dan moet je je in gaan schrijven bij Humanitas. Je krijgt een postadres en dan kunnen ze je helpen aan een woning. En dan kom je in het uitstroomtraject terecht. Dat is de 24 uur opvang in de Adastraat van Humanitas onder dak. Maar daar werd je niet gezien, vind je? Dat klopt, ik werd daar niet gezien als mens. Het was daar heel kil en heel stug. En ik moet zeggen, er waren echt wel mensen die je wel wilde zien en die je echt wel wilde horen. Heb je nu een veilige plek? Ik heb nu een veilige plek. Ik heb mijn eigen woning waar ik gigantisch blij mee ben. Blijkt dat bij gemeenteraadsleden tijdens de voorbereidingen van dit werkbezoek er weinig bekend is over het leven van daklozen in Almelo of in het algemeen. Ik denk ook bij de kijkers niet. Wat zou je tegen hen willen vertellen? Wat ik zou willen vertellen is, maak contact met ze. Het gaat er niet om hoe ze eruit zien of dat ze luidruchtig zijn of dat zij op straat hangen. Deze mensen hebben ook aandacht nodig, willen gezien worden. En zij zijn niet het stukje dakloos zijn. Zij zijn mens. Zij hebben zoveel in hun macht dan dat wij met z'n allen kunnen beseffen. Maak maar eens een praatje. Ga maar eens naar ze toe. Maar dan echt in verbinding en niet omdat het moet.